Van 1 april tot en met 30 juni loopt in Arnhem een proef met elektrische deelfietsen bij Industriepark Kleefse Waard en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Medewerkers en studenten kunnen gratis e-deelfietsen gebruiken voor ritjes tussen het Industriepark, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, naar andere locaties in Arnhem of gewoon een werkverkeer. Wat houdt deze proef precies in? Wat we hier 3 maanden gaan doen is deelfietsen beschikbaar stellen voor medewerkers van Industriepark Kleefse Waard en voor studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. We hebben heel veel verbinding met elkaar. Veel studenten komen hier naartoe en een aantal mensen van het terrein gaan naar de hogeschool. Maar de verbinding tussen die twee terreinen is niet optimaal. Wat we doen is het aanbieden van elektrische deelfietsen die gratis gebruikt kunnen worden om dat traject, maar ook andere trajecten naar klanten, naar huis te kunnen overbruggen. En daar zijn we vandaag mee begonnen. Waarom is dit proefproject goed voor handstudenten? Het is natuurlijk altijd goed om ze in beweging te houden. Daarbij is het thema past heel goed bij de activiteiten die ze hier doen. Het is een stukje bewustwording van dat een auto of een motorisch voertuig niet een vanzelfsprekende manier van transport is. We vinden elkaar steeds beter op thema's als schone mobiliteit. Maar ook in wat we voor elkaar kunnen betekenen. IPKW biedt een professionele omgeving. Wij bieden een hoop creativiteit, jonge energie van studenten. En dat blijkt een heel prettige combinatie in een stuk samenwerking. Wat is Slim en Schoon Onderweg precies? Slim en Schoon Onderweg is een programma waarin gepoogd wordt om mensen duurzamer mobiliteit te laten benutten. Een van de projecten daarin is het deelfietsenproject. En de bedoeling is dat mensen uit de auto gaan, uit de spits gaan en dat we met elkaar een duurzame regio creëren op het gebied van mobiliteit. Wat is de betrokkenheid van de gemeente bij dit proefproject? Nou, de gemeente ondersteunt graag initiatieven van IPKW en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen om mobiliteitsveranderingen te experimenteren. Wij leggen bijvoorbeeld snelfietsroutes aan. We willen ook graag dat daar gebruik van wordt gemaakt, omdat we een duurzame mobiliteitsvoorziening in de stad willen. Dus zoveel mensen met het openbaar vervoer, zoveel mensen met de fiets. En het kan natuurlijk uitstekend als je van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen voor een proefje moet zijn op het IPKW, dat je dan even zo'n fiets pakt. U heeft net zelf op de fiets gezeten. Hoe is het bevonden? Ja, ik vind het gigantisch. Ik ben wel een fietser. Zelfs zonder trapondersteuning fietst die fiets al prettig. Maar als je dat ding aanzet, het gaat als een speer. Wat vindt u van dit proefproject? Ik denk dat het een goede pilot is om dit ook toe te gaan passen bij andere bedrijventerreinen. Waar werknemers naar huis kunnen fietsen met de elektrische fiets en de volgende dag weer terug kunnen fietsen. De fiets daar op het werk opladen. Dat is toch het vervoer van de toekomst.